jaar verder en we hebben aan 3 muzikanten gevraagd. Doe jij iets mee? Als er iets mee te doen is. Merlijn Twaalfhoven, ik begin met jou. Componist. Je hebt ook een carrière in opera voor ons gemaakt. Maar je bent nu vooral koordirigent. Dat ben je trouwens ook steeds vaker. Grote koren, het kan jou niet groot genoeg. Dit is gewoon een bestaand koor, hè? Dat klopt. PA'dam. Ja, PA'dam plus wat extra vanwege de korte termijn bij elkaar gezet. En wat heb je bedacht? Want je hebt gezegd, oké, de prachtige melodie van Piazzolla, maar ik wil het combineren met iets. Nee, ik probeerde toegang te krijgen tot het stuk. En dat zit gewoon zo goed in elkaar getimmerd dat dat eigenlijk heel erg onbegonnen werk is. Maar op een bepaald moment kreeg ik ineens een associatie, droomde ik weg. En toen kwamen er wel dingen boven drijven. Dus die hebben toch wel de weg gevonden het stuk in. Maar is dat Army of Lovers? Ja, dat was een redelijk duister aspect. Het staat wel heel ver van deze muziek af, vond ik zelf. Maar jij brengt ze samen? Ja, nou ja, net als de buitenkant soms ver afstaat van wat iemand misschien wel binnen voor angsten of voor paniekmomenten mee... Ik bedoel, ik weet het niet, maar op zo'n positie 10 jaar geleden... Ik weet niet wat er allemaal van binnen zich afspeelde binnen in de bruid. Oké. Mag ik jou vragen het koor te gaan dirigeren? Goed. Merlijn Twaalfhoven en het PA'dam Amsterdam. Dankjewel. De soliste was Åsa Olsson. Åsa Olsson, zeg ik goed, hè? Oké, dankjewel.